Quantum healings, wat is dat nu eigenlijk? Want ik krijg daar heel veel vragen over. Dus een quantum healing is eigenlijk een geleide meditatie, maar op een compleet ander niveau. Dus wat doe ik tijdens een quantum healing? Want ik kan het eigenlijk niet anders uitleggen dan een quantum healing, omdat het heelt op het quantum veld, op het universeel veld dat je bent. Dus het is veel meer dan gewoon een geleide meditatie. Nu, heel veel meditaties van heel veel mensen zijn healings. Dat is gewoon meditatie. Is healing, maar wat maakt nu deze healings diepgaand of waarom zou je deze volgen? Dus quantum healings, of toch alvast de healings die ik jou aanbied, zijn op een heel diepgaand niveau. Nu, ik vind healing tof, ik heel graag mensen, maar ik vind het vooral belangrijk dat je zelf leert hoe je aan jouw diepe stukken geraakt. Dat je zelf leert hoe je naar het centrum van de aarde kan gaan. Dat je zelf leert hoe dat je jezelf kan verbinden. En al die dingen. Dus eigenlijk zijn de healings die ik jou aanbied mogelijkheden om enerzijds jezelf heel diep gaan te helen in mijn energie. Omdat ik op bepaalde vlakken meer en dieper geheeld ben dan jij. Dus dat is één. Je krijgt toegang, rechtstreekse toegang in een live veld tot mijn energie. En twee, met alle oefeningen die we doen, krijg je gewoon veel meer en dieper resultaat. We gaan het onbewuste binnen. We gaan bewust, terwijl je bewust wakker bent, gaan we het onbewuste binnen. En daar ga ik jou leren tijdens een healing sessie. Praat ik jou door de stappen om tot bepaalde diepe stukken te geraken waar dat je anders gewoon niet geraakt. Of toch veel mensen niet geraken, ik zal het zo zeggen. Deze healing sessies zijn wat ik anders doe op afstand, maar ik leer jou om die dingen te doen. En het pluspunt is, je krijgt altijd de replay. Dus deze sessies doe je niet één keer, die doe je gewoon heel vaak. En hoe meer dat je die dingen doet, hoe gemakkelijker het wordt om die dingen ook te leven, hoe meer dat een automatisme wordt en hoe gemakkelijker het is om in jouw dagelijks leven te zeggen, oh ja, nee. Ik ben getriggerd, ik ben boos. Nee, ik ben niet boos, ik voel mij boos. Want Marieke zegt, als we ons boos voelen, dan moeten we ademen. Dus dan ga je automatisch ademen naar jouw navel. Je gaat automatisch verbinden, je komt tot rust. Je drijft op jouw oceaan, als je er een paar hebt meegedaan. En je gaat die rust vinden in jouw dagelijkse leven. Dus healing is super tof. Healing is goed, dat werkt, dat helpt mensen, dat zet jou vooruit. Maar quantum healings leren jou eigenlijk om dat zelf te doen. Het is belangrijk dat je jezelf kan helen. Dus in quantum healings help ik jou om diepe stukken te helen. Maar help jij jezelf om elke dag die healings te zijn. Om die manier van dat uurtje healing dat je krijgt, dat je ontvangt, om dat uurtje te implementeren in jouw leven en eigenlijk die healing te zijn. Alles wat ik aanleer in healings, in quantum healings, in live sessies, dat is live, dat is in groep, dat is met de energie van het moment, dat zijn dingen die heel, heel, heel praktisch zijn. Ja, heel af en toe gaan we naar een lichtstad of naar de binnenaarde of zo, maar dat is uitermate zeldzaam. Maar ik leer jou om die stukken in jezelf te vinden, om die stukken eruit te halen, om die te ontleden, om die te helen, om te begrijpen waarom die dingen daar zitten. En je leert eigenlijk op een bewust niveau jouw onbewuste binnen te gaan. Dus daar draait het eigenlijk om. Pluspunt, omdat je er meestal 7 op een rij krijgt als je in de kwartaalsessies zit, heb je er elke 2 weken zijn er 7 op 3 maanden. Die volgen elkaar op. Dus we beginnen op een punt, we werken met de collectieve energie. Dat is de energie die de aarde omhult, de energie waar jij en ik in zitten. En waar eigenlijk heel de mensheid doorgaat door al die systemen. Dat is alchemie en numerologie en astrologie en zo van die dingen. Dus met dat collectief veld gaan we dan werken. En in die 7 sessies help ik jou om te begrijpen wat er gaande is, om op een hele bewuste manier jouw onbewuste te ontmoeten, om daarmee te werken, om die dingen allemaal interessant te vinden en ook om enorm veel los te laten. Dus die quantum healing sessies, die helpen jou op alle vlakken van jouw leven vooruit te gaan. En vooral het allerbelangrijkste wat ik vind is
die leren jou om die dingen zelf te doen. Heel veel deelnemers zeggen zo na de vierde of de vijfde sessie, ik begin alles interessant te vinden. Ze stoppen met die lading op hun te scheppen. Ze stoppen met te reageren op dingen. Ze leren met te observeren. Dus alles komt in een soort flow terecht en je gaat op een andere manier beginnen leven en we doen dat stap voor stap. En tussen twee sessies zit meestal 2 weken tussen, dus je hebt genoeg tijd om replays te doen, je hebt genoeg tijd om de voorbabbel, om de nababbel na te kijken. Je krijgt training ervoor en vragen en antwoorden worden gegeven daarna. En er is ruimte en je kan zoveel en zo weinig herhalen als je wil. Ik herhaal mijn eigen quantum healings. Niet meer dat ik ze echt afspeel, maar ik weet van, oké, we hebben dit gedaan. We hebben nu bijvoorbeeld, we zijn een magneet geworden met bootjes. En elke morgen zet ik mijn magneet aan en laat ik de bootjes naar mij komen. En geef ik mezelf 10 minuten tijdens mijn snoestijd om dat beeld terug op te roepen, om dan terug die frequentie, om die energie naar boven te krijgen van die meditatie. En dan zit ik daar knip terug in en dan start mijn dag beter. En s'avonds doe ik hetzelfde. Voor ik ga slapen zeg ik van, ik ben opnieuw die magneet, ik laat al die bootjes naar mij komen, er is een stilte, er is een heerlijk zengevoel en dan slaap je beter. Het is belangrijk om die dingen te leren zelf te doen. En ik heb nu eenmaal een heel praktische aanpak. Ik hou ervan om mensen aan te leren om zichzelf te helen. Ik hou ervan om ervoor te zorgen dat jij en alle andere deelnemers diepgaand kunnen veranderen en willen veranderen. En het denken wordt daarin ondersteund, het hart wordt daarin ondersteund, de ziel wordt ondersteund, het lichaam wordt ondersteund. Al jouw systemen en al jouw lichamen die je hebt, gaat heel diep. Maar ik zorg er ook voor dat iedereen eruit haalt wat eruit moet gehaald worden. Dus het draait meer om healing alleen. Het is een uur of soms een beetje langer waarin we helen, waarin we aan de mindset gaan werken, dat je inzichten krijgt, dat je op een bepaalde manier jouw leven kan omdraaien en een heel, heel, heel diepgaande healing krijgt, ontvangt. En daar draait het eigenlijk om. Dus quantum healing is een soort geleide meditatie, maar het is eigenlijk een bypass van je bewust denken en we gaan daarmee werken. En we gaan het bewuste denken, jouw denken dat je elke dag hebt en met al die zorgen en zo, we gaan daarmee werken zodat jouw onbewuste en jouw ziel naar boven kan komen terwijl jouw denken aanwezig is, want jouw ego is uitermate belangrijk om te leven. Mensen die zeggen mijn ego is dood, die hebben een heel groot probleem, want die zijn eigenlijk ook dood. Zonder ego kan je niet leven, zonder denken kan je niet leven. De vraag is alleen, welk denken zet je aan? Zet je jouw hoofd aan of zet je jouw hart aan? En die quantum healings die helpen jou op een speelse, kinderlijke manier vanuit het innerlijke kind om het denken hier uit te zetten en zachtjes over te schakelen naar het denken vanuit jouw hart. Want jouw hart bestaat voor 60% uit hersencellen. Dat is bewezen, dat is wetenschappelijk bewezen. Dus je kan letterlijk denken met jouw hart. Dus denken is belangrijk. Denken is belangrijk. Maar wat je denkt is nog belangrijker. En hoe je denkt en de kwaliteit van jouw denken is belangrijker. Maar ook jouw ziel en al die dingen tezamen. Dus quantum healings werken niet alleen op, ik wil zen zijn, maar op, ik ga mezelf diepgaand helen, ik ga mijn denken overwinnen, ik ga controle nemen over mijn realiteit. Ik ga het allemaal leren zelf doen en dan heb ik een nieuwe manier van leven en kan ik alles toepassen en kan ik het zelf doen. Het is de bedoeling dat je het leert zelf doen, dat is mijn doel. Want wat als ik er op een dag niet meer ben of ik zeg van, kijk, ik doe geen healings niet meer, dan kan je het niet. En dan, dat is hetzelfde zoals mensen zeggen, hier is een vis, ik geef jou een hengel. In plaats van jou elke dag een vis te geven, nee, ik geef jou een hengel. En ik zeg, kijk, als je een hengel hebt, kan je onbeperkt aantal vissen vangen en heb je altijd eten. Dus quantum healing is enerzijds een vis, maar voornamelijk een hengel. Mijn bedoeling is de hengel, maar de meesten zien het als vissen. Maar het helpt jou in jouw leven om ergens te komen waar je anders misschien niet kan komen. Dus we werken met het collectieve veld, we werken met de energie van het hier en in het nu. Je hebt de replays, je kan herhalen zoveel als je wil. Je hebt inzichten, je hebt vraag-en-antwoord sessies, je hebt
heel veel en misschien nog meer. En het belangrijkste is dat je het niet alleen hoeft te doen. En dat we een veld zijn en dat we verbonden zijn en dat je in hele hoge energie mag zitten. En dat is gewoon allemaal super tof. Het belangrijkste is, vind ik, dat je het zelf leert doen. Dus heb je er nog vragen over, stuur mij een e-mail. Wil je meedoen? Gewoon doen. Gewoon doen. Het is het echt allemaal waard. Misschien moet ik nog wel een woordje opgelet geven. Zeker als het jouw eerste keren zijn. Buikgriep, griep, verkoudheid. Dat zijn de ascensiesymptomen. Dat is het leegmaken van al jouw chakras, van jouw energie, van jouw verbinding. Al die dingen, dat hoort erbij. Na een healing hebben we vaak spierpijn. Na een healing hebben we vaak een opflakkering van symptomen, omdat er een detox wordt gestart. Pijn hoort daarbij. Buikgriep, zoveel buikgrippen die de dag daarna of zelfs net na de healing worden gemanifesteerd. Omdat je moet loslaten. Healing staat voor loslaten en opvullen van beter. Dus alles wat je loslaat moet letterlijk fysiek uit jouw lichaam. Heel vaak zeg ik ook, healing is topsport. Healing is topsport. Dat wil zeggen, spieren hebben het. Je hebt gewoon het gevoel dat er of een olifant op jou gaan zitten is. Dat je 15 marathons hebt gelopen. En dat je ergens, God weet welke berg hebt beklommen. En al die dingen. Dat hoort er gewoon bij. Dan weet je dat je goed bezig bent. Sommige mensen ervaren niks. Andere mensen ervaren heel veel. Als je weinig ervaart, is het vaak omdat je ergens hier aan het helen bent. Weet je, aan de buitenkant van jouw veld. En hoe meer dat je dat doet, als je dat elke dag doet en je maakt er elke dag jouw prioriteit van, hoe meer en hoe sneller dat je naar jouw kern komt. En vanaf halverwege begin je dingen op te merken. Omdat dat gewicht eraf is. En dan komt jouw intuïtie meer naar boven en dan kan jouw lichaam meer geheeld worden. Al die dingen. Voilà. Ik hoop dat dit jouw vragen beantwoordt. Nog één. Wat is het verschil tussen de gratis meditaties op YouTube en deze in mijn programma's? Enerzijds, er is een gelduitwisseling hier en op YouTube niet. Wil dat zeggen dat die van YouTube niet werken? Nee, die werken heel diepgaand. Die werken heel goed. Die zijn uitermate goed. Herhaal die. Maar heb je zoiets van, nee, het is tijd voor de volgende stap? Betaal daar dan voor. Bij een betaling heb je een energieoverdracht en dan kan het nog dieper gaan. Het universum houdt van energieuitwisseling, een rat dat altijd moet draaien. En als dat op gelijke level zit, dan is het gewoon beter en dan mag jij er nog meer uithalen. Wil dat zeggen dat je niks kan halen uit gratis producten? Nee, nee. Je kan daar absoluut iets uithalen, maar je moet daar zelf meer tijd en meer moeite in steken. Omdat het universum dan zegt van, en jouw denken zegt ook, wauw, we gaan dat niet doen, het is maar een gratis ding, we stellen dat uit. Terwijl bij betalende producten, je moet daar elke 2 weken aanwezig zijn, live, je moet dat niet, maar de meesten kiezen daarvoor. En het is een beetje een schop onder jouw kont, die zegt van, kom aan, ik heb daarvoor betaald, ik doe dat. Het werkt. Het is een traject, het is een samenhang, het is een opeenvolging van healings en het helpt. Het helpt. Moet dat? Nee, je kan het ook doen met gratis versies op YouTube. Die werken even goed, maar dit is gewoon on the spot in een groep live met de energie van vandaag. En het is een opeenvolging en je kan ermee doen wat je wil. Je kan jouw vragen stellen en je krijgt ook inzichten over de energie waardoor jouw denken sneller kan shiften. Voilà. Dus dit waren wel alle vragen. Heb jij nog andere vragen voor mij? Stuur ze op e-mail. De mail staat hieronder. Of zet het in een reactie. Dankjewel voor het kijken. En ik hoop jou echt in een van de Quantum Healings te mogen ontvangen. Mogen zien. Zodat ik jou en jij jezelf kan aanleren hoe jij jouw energie kan sturen en kan beïnvloeden en controle kan nemen over jouw denken. Dankjewel voor het kijken. Alle vragen zijn welkom en ik wens jou ontzettend, ontzettend, ontzettend veel succes. Dag!